op deze middag, deze heilige rustdag, hebben wij Gods heilige en onfeilbare woord open liggen. En wel wederom bij een gedeelte vanuit het Oude Testament, bij de boeken van Samuel, 1 Samuel, wederom bij die vervolgserie 1 Samuel 26. En nu het laatste gedeelte vanaf vers 20. 3 maanden geleden, op 23 september, hebben wij een ogenblik gezien hoe dat een David door de altoos wijze raad des Heren daar in zijn hart gewaar werd dat hij de gezalfde des Heren, koning Saul, niet mocht doden. Het zij verre van mij, zo sprak een David. De Heere late het verre van mij, dat ik mijn hand legge aan de gezalfde des Heren. Zo heeft hier een David als middel in Gods hand een Saul moeten sparen. En niet zomaar, maar meerdere malen. De eerste maal had hij een slip van Sauls mantel laten afsnijden door zijn knechten. Vandaar die slip des mantels als teken dat hij de Saul niet gedood heeft. Die tweede maal, daar had hij die spies die aan het hoofdeinde van Saul was genomen en daar die waterfles genomen als teken dat hij Saul in het leven zou sparen. David wist het door loutere genade dat hij de gezalfde des Heren niet mocht doden, dewijl een David zelf door die grote raad en voorzienigheid Gods onderhouden en bewaard is geweest, maar dat niet alleen in 1 Samuel 16, daar is hij rijkelijk gezalfd met heilig olie zoet, met die olie die rijkelijk gevuld was in die sterke horen, in die sterke horen van rijkdom, eer en macht, dat ziet op de meerdere Davidszoon. En daarin evenlijk zal bloeien de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. En David als een typebeeld van de Heer Jezus Christus. David, de man naar Gods hart, veelal gedwaald als een schaap in het rond, opgejaagd. Zo spreekt hij in dat 20e versje van 1 Samuel 26, opgejaagd als enige vloo. En gelijk men een veldhoen op de bergen najaagt. Zo is een David in zijn leven bestreden. En daar zal die belijdenis zijn geweest. Hoe vreselijk groeit, o God, het saamgezworen rot. Dergenen die mij drukken. Zij maken niet alleen de opstand algemeen om mij de kroon te ontrukken. Maar velen doen van mij, hoe bitter ik ook lij, ook deze smaadtaal horen, maar dan ook dat onverbiddelijke. God zal hen nu niet meer verlossen als weleer. Hen is geen heil, geen zegen beschoren. Hoe menigmaal valse beloften van Saul, hoe menigmaal valse ingevingen die hij gegeven heeft, terwijl Sauls zoon, een Jonathan, David zeer lief had gekregen, en waar daar een geestelijke betrekking is gekomen tussen een David en tussen een Jonathan, daar er een verbond van de Allerhoogste tussen die twee is gemaakt,
en waarin Jonathan met geschenken kwam en daar als pleit bezorgen bij zijn vader voor een David heeft gepleit. En Saul met zijn valse belofte. Maar nu moeten wij niet te ver van huis kijken. Want van nature is ons hart arglistig, ja dodelijk. Wie zal het kennen meer dan enig ding? Slangenvenijn op onze lippen. David acht zich als enige vlo. En als een opgejaagd wild. En met een doodsteek in zijn beenderen honen zijn wederpartijders hem. Zo zegt hij in Psalm 42. Maar te midden van alles lezen wij menigmaal in Gods woord. En David sterkte zich in den Heere. En den Heere vergelde en iegelijk zijn gerechtigheid. Zo zegt hij in dat 23e vers van 1 Samuel 26. En zijn getrouwheid. Want de Heere had u heden in mijn handen gegeven. Maar ik heb mijn hand niet willen uitsteken aan de gezalfde des Heeren. Weet u nog, die tijden waarin David zo lieflijk op de harp speelde voor het aangezicht van koning Saul in die knechtelijke gestalte. Daarin, lieflijk tokkelende op de harp, om zo die gekwelde geesten van Saul te doen stillen en ze leken een ogenblikje gestild. Toen werd Saul woedend. Die boze geesten kwamen tot een climax in zijn ziel. En hij pakte daar die speer. En hij wierp die speer zo om een David aan de wand te spitten. Maar David kon er net opzij. Dat niet zomaar eenmaal, maar meerdere malen. Ziet u, die langmoedigheid die in David zijn hartje is geschonken. En dat de krijg des Heren is. De Heere zal voor u lieden strijden. Dat heeft een David geleerd. En gij zult stille zijn. Er is nou genade toe nodig. Dat hij zal twisten met die heilige twistingen. Twist met mijn twisters, hemelheer. Ga mijn bestrijderen toch tekeer. Wil spiesrond als een schild gebruiken. Om hun gevreesd en geweld te fnuiken. Saul had achteraf wel een soort van spijt betoond. Ook die vermeende spijt. David had eerder gesproken. Mijn bloed zal niet op de aarde vallen voor het aangezicht des Heren. De koning Israël is uitgegaan om enige vloot te zoeken. Gelijk men enige veldhoen op de bergen en na een jaagt. Daar komt Saul. Hij was hoog van statuur. Schoon van aanzien. Misschien wonder dat velen voor hem bogen als een knipmes. Men sprak immers, is Saul ook niet onder de profeten. Hij had toch ook zo zijn dankoffers. Maar de profeet Samuel had door de hand des Heren betoond dat alles van het overwonnen land daar een dankoffer moest zijn voor de Heer. Maar Saul had daar van dat vee genomen, van die schapen. En toen had Samuel gesproken, wat is dat voor een geblaat in mijn oren? Saul had de wereld nog lief. En hij diende ten diepste God en de mammon. Maar gij kunt niet God dienen en de mammon. En daar moet die onbegrijpelijke keuze in het hart geboren worden. Zoals een David zich sterkte in de Heer, zijn God. Hij sterkte zich door die genadestroom. Hartelijk zal ik u liefhebben, o Heere, mijn sterkte. En daarin die vergeldingen van dat 23e vers zijn des Heren. En daar heeft hij ook zijn knechten getoond. Voor de Saul om die spies en die waterfles te halen. Als teken dat hij de gezalfde heeft gespaard. Saul
arglista. En hij ontpopt zich steeds als de goedheid zelf. Want hij spreekt immers, gezegend zijt zijn mijn zoon. Dat is nu al voor de tweede maal. Gij zult ja gewisselijk doen, ook gewisselijk de overhand hebben. Dat zal ook zo zijn. Maar David, hij wordt nu moedeloos. Dus wij zien naar dat 27e hoofdstuk. Daar waar Saul eerst met de Zifieten een soort verbond had gemaakt om achter David weer aan te gaan. En zijn het niet de Zifieten, dan zijn het wel de Ammonieten. En zijn het niet de Ammonieten, dan zijn het wel de Filistijnen. Of later weer de Amalekieten. Allerlei volkeren. En anders is het weer wel het volk van Moab, de Moabieten, die hen achterna zitten. Hij heeft geen rust voor het hol van zijn voet. En zo zien wij ook David als een type van de Heer Jezus Christus. Maar de Heer Jezus Christus heeft moeten uitroepen, de vossen hebben holen, de vogels des hemelen hebben nesten, maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd nederleggen. En waar hij met innerlijke ontfermingen bewogen, ja die meerdere Davidszoon met innerlijke ontfermingen bewogen, over een David en zijn kroost, ja over zijn gans uitverkoren gemeente daar is. En hij laat ze niet vallen, hij laat ze niet eeuwelijk in het verdriet, en hij slaat ze niet met lust of plagen, maar veel eer om het te behouden. En nu mijn bloed vallen niet op de aarde voor het aangezicht des Heren. Kijk, er is nou genade toe nodig om dat te kunnen verstaan. Dat zijn ziel gerust is in de Heren zijn God. Ook al vervalt hij ook in het 27e hoofdstuk in ongeloof. Er gaat daar een David naar de koning Achis te gat. Ongeloof, het heeft ook grote nare gevolgen. Zijn hand en zijn voet, zijn rechterhand. De profeet Samuel was in ouderdom gestorven. En eerst had hij nog zijn wapendrager, zijn Jonathan. Maar nu, ook vele malen alleen. En die pijl ligt verder. David blijft vervolgd worden. Waarom woeden de heidenen? Waarom beraadslagen zij ze tegen mij? Hij hebt me in het hart meer vreugde gegeven dan andere smaken in een tijd. Dat waren ook tijden in Davids leven. Zij door aards geluk verheven, bij koren en most wel lustig leven, in hun overvloed verblijd. Daar zat een David als een enige vlo, als een veldhoen daar op de bergen, achterna door het wild gedierte, door het bloeddorstige. Door die bloeddorstige helse salstrawanten van binnen en van buiten, die heilige twistingen. Dan denken wij vaak ook aan die bestrijders van buiten, maar hoe is het nou van binnen? Nu komt die vinger naar ons eigen hart, naar ons eigen leven. Vaak zitten die grootste oproerkraaiers hier van binnen. Niet te vertrouwen op die en die. Niet doen. Vest op prinsen geen betrouwen. Vest zelfs op koning geen betrouwen. Waar men nimmer heil bij vindt. Zou ik mijn hoop op mensen bouwen. Mensen, nietige vertroosters. Enige vloeien. Menselijke geslacht. Als een druppel aan de emmer. En als een stofje aan de weegschaal. Een stofje. Als het zomers daar de lichtstralen in de woonkamer komen, dan zien we al dat stof opkomen. Hoe krijg ik het neer, dat stof van ongerechtigheid? En daarin een stroom, niet een druppel, maar een stroom van ongerechtigheden. Hadden een overhand op mij. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Dat kan u alleen door zijn geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus. Door vaders welbehagen. Zal door de hand van Christus gelukkig voortgaan. En dat daarin die knecht David daar zich mocht sterken in de Heer zijn God. Ook menigmaal gedacht.
goed te doen. Ook later is hij leven om dat volk te tellen. En dan moest toch de profeet Nathan keer op keer komen. Ook waarin hij de vrouw Bathseba begeerde die zich baden daar op dat dak. Dat was vlak na de menstruatieperiode waar daar zij zich moest ontdoen van onreinheid. En juist op dat prille moment zag een David die vrouw en hij begeerde haar. En hij vroeg: wie is deze vrouw? En zo had een David die man van Bathseba daarvoor in de strijd gesteld. Eerst had hij hem dronken gevoerd. Maar dat kan nooit goed gaan. En zo is hij omgekomen. Toen moest die profeet Nathan op David zijn pad komen. En hij moest aan zijn blinde zielsgesteldheid geopenbaard worden. Hij dacht een goed werk te doen. Maar de Heere ziet die zonde niet door de vingers. Gij zijt die man. Nu komt die vinger naar mij, naar u, naar jou. Wij zijn in zonden en ongerechtigheden geboren. Het voorwerp geworden van Gods toorn. Maar dat bloed van David, laten we wel zijn, dat is toch kostbaar in de ogen des Heren. Dat bloed van David. Hoe zwaar hij ook Gods wetten heeft geschonden. Hij was toch een uitverkoren vat. Om de naam des Heren te dragen. Zo zien wij dat toch ook. Wanneer die reus van een spotter daar keer op keer dat volk van Israël, maar bovenal de God van Israël lastert en hoont. En daar die dravende stem door de lampalen heen schalt. En David kon het niet meer aanhoren. En hij mocht in de naam van de Allerhoogste met geringe middelen. Ach, het was immers die sterke rechterhand des Heren die voor een David streed om die reus van een spotter daar in het dal te vellen. Eerst was dat veel te grote harnas en die schild en die wapenuitrusting om een David heen gehangen, maar hij kon het niet dragen. Maar hij ging gewoon in zijn hedders goed daar naartoe. Een enige platte stenen en een slinger. Een gering middel. Had die steen, die platte steen dan zoveel kracht? Nee. De Heere zal voor u lieden strijden. En gij zult stille zijn en mocht in de naam des Heren grote daden doen. Vele veldslagen ook mogen doen winnen op de Filistijnen. En de Sivieten. Andere volken, Ammonieten. Moabieten, Amalekieten. En daarin niet als vrucht van Davids akker, maar als vrucht van de meerdere Davids zoon. En toch, dat vlees, die zwakte, zien wij ook bij een David ook na ontvangen genade openbaar komen. Ongeloof. Om daar juist naar vijandelijk gebied te gaan. Naar de koning Achis, de koning van Gad. Waar hij in Ziklag tot die conclusie komt. Waar een David die overleggingen in zijn hart krijgt. Nu zal ik een deze dagen in Sauls hand omkomen. Het is beter dat ik haastelijk ontkomen in het land der Filistijnen. Hij voelde als het ware die adem van die helse Saul in zijn nek. En die valse drog redenen die uit Sauls mond zijn gegaan. Dat was een stank in Gods heilige neusgaten. Maar nu
Hoe is het met ons? Ook vele malen moedeloos. Ook vele malen bestreden. Het is hier het land der rust niet. Hoe vreselijk groeit, o God, het saamgezworen rot. In de eerste plaats in ons eigen hart en leven. Daar die strijd tegen die driekoppige doodsvijand, de duivel, de wereld en ons eigen verdorven vlees. Maar Hij, als opperheer, Hij vergelde een iegelijk naar zijn werk. Ziet, Hij komt haastiglijk. Zijn loon is met hem, om een ieder te vergelden naar zijn werken. En hoe zal het dan zijn? Hoe zal het nu zijn? Zijn we nu bereid om hem te ontmoeten? Dat hij niet langer onze rechter is. Dat hij door genade onze redder, onze goël, onze verlosser is geworden. Zo, te midden van alle nood en strijd, als een Job op de puinhoop in de as van zijn leven te uitroepen. Want ik weet, mijn Verlosser leeft. De Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geprezen en zij geloofd. Dan kan het in die tijden zelfs, in tijden van verdrukking en vervolging, zoals we ook zien nu naar het land Israël, in het hart is geslagen, maar niet verslagen. Maar waar er verschillende Arabische landen ook zich, als het ware, gaan opmaken, waar er wapens worden uitgewisseld naar allerlei landen, die smokkelen ook de laatste jaren zoveel wapenen in Gaza gekomen door Iran. Maar om dan te mogen belijden, och, mocht het echt wezen, op grond van Christus' gerechtigheid, de Heere zal voor uw lieden strijden, gij zult stille zijn. Oprechte boete en berouw, daarin die smeekbeden, bewaar mij toch, o alvermogend God. Kom, laten wij 1 Samuel 26 vanaf vers 20 ook lezen en dan doorlezen tot vers 12 van hoofdstuk 27. Daar luidt Gods heilige en onfeilbaar woord al dus. Laat dat 20e vers. En nu, mijn bloed vallen niet op aarde, maar voor het aangezicht des Heren. Want de koning van Israël is uitgegaan om enige vloot te zoeken, gelijk men een veldhoen op de bergen najaagt. Toen zeide Saul, ik heb er gezondigd. Keer weder mijn zoon David, want ik zal u geen kwaad meer doen voor mijn ziel. Deze dag dierbaar in uw ogen geweest is. Zie, ik heb dwaaselijk gedaan en ik heb zeer grootelijks gedwaald. Toen zeide David en zeide, zie de spies des konings. Zo laat een van de jongelingen overkomen en halen ze. De Heere dan vergelde en eigenlijk zijn gerechtigheid en zijn getrouwheid. Want de Heere had u heden in mijn hand gegeven, maar ik heb mijn hand die willen uitsteken. En dan zal het des Heeren. En zie, gelijk als deze dag uw ziel mij in ogen groot geacht is geweest, alzo zo zal mijn ziel de ogen des Heeren groot geacht. En hij verlosse mij uit alle nood. Toen zeide Saul tot David, gezegend zijt gij, mijn zoon David. Gij zult ja gewisselijk doen. Gij zult ook gewisselijk de overhand hebben. Toen ging David op zijn weg. En Saul keerde weder naar zijn plaats. David nu zeide in zijn hart, nu zal ik een deze dagen door Saul's hand omkomen. Maar hij is niet beter dan haastelijk ontkomen in het land der Filistijnen. Opdat Saul van mij de hoop verliezen, om mij meer te zoeken in de ganse landplaatsen Israëls. Zo zal ik ontkomen uit zijn hand. Toen maakte David zich op en hij ging door
En hij nam met zich 600 mannen, die bij hem waren, tot Achish, de zoon van Monach, de koning van Gat. En David bleef bij Achish te Gat, en als zijn mannen, en eigenlijk met zijn huis, David met zijn beide vrouwen, Ahinoam, de Jezreelitische, en Abigail, de huisvrouw van Nabal, de Karmelitische. Toen Saul geboodschap had werd dat David gevlucht was naar Gat, zo voer hij niet meer voort hem te zoeken. En David zeide tot Achish, indien ik nu genade in uw ogen gevonden heb, men geven mij een plaats in de steden des lands, dat ik daar wone. Want waarom zou uw knecht in de koninklijke stad bij u wonen? Toen gaf hem Achish de 10 dagen Ziklag. Daarom is Ziklag van de koning van Juda geweest, tot op deze dag. Het getal, nu der dagen die David in het land der Filistijnen woonde, was 1 jaar en 4 maanden. David nu toog op met zijn mannen en zij overvielen de Gezurieten en de Gerizieten en de Amalekieten. Want deze waren vanouds geweest inwoners des lands, waar hij gaat naar Sur en tot aan Egypteland. En David sloeg dat land en liet nog man, nog vrouw leven. Ook nam hij de schapen en runderen en de nezels en de kemels en de klederen en keerde weder en kwam te Achish. Als Achish zeide, waar zijt gelieden heen en ingevallen? Zo zeide David tegen het zuiden van Juda en tegen het zuiden der Jeremelieten en tegen het zuiden der Kenieten. En David liet nog man of vrouw leven om Gat te brengen, zeggende dat zij misschien van niet boodschapten. Zeggende, alzo heeft David gedaan, en alzo was zijn wijze. Al de dagen die hij in het land der Filistijnen gewoond heeft. En Achish geloofde David, zeggende, hij heeft zich ten enenmale stinkende gemaakt bij zijn volk, in Israël. Daarom zal hij eeuwig mij tot een knecht zijn. Zien wij ook een David in diep ongeloof, hè? Als het ware, het leek alsof koning Achish een David zo om zijn vingers gewikkeld had. Maar de Heere staat erboven. Laten wij nu de Heere vragen om zijn onmisbare zegen over de Bijbellezing. De opening van onze harten voor dat woord door het werk van de Heilige Geest. Almachtige, eeuwig levende God in de hemel. U brengt ons weer op deze heilige rustdag voor uw heilig aangezicht in de weg van het gebed. Leer ons naar uw beeld te handelen. Maar zullen wij in uw waarheid wandelen? Neig onze harten en voeg het te staan tot de tere vrezen van uw heilige naam. Leer ons alzo bidden, gelijk het behoort. Doe ons het hemelse betrachten en sterk onze zielen door uw geest en woord. Want uw geest is het immers die in al de waarheid leidt. Opdat wij op elke bladzijde van uw heilig eeuwig blijvende getuigenis, die rijke Christus voorgesteld krijgen. U de Heere Jezus Christus. U die in ieder vergeldt naar hoe zijn werken zullen zijn. Want u spreekt vanuit uw woord, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in het boek der wet,
het geschreven is om dat te doen. Nu zijn wij arme, nietige mensen. Arm. Nu wilt gij door die grote, onveranderlijke trouw en liefde zondaren wederbaren, schenken een nieuw hart en een reine geest, dat voor uw woord leert beven in oprechtheid, om zo u des te meer nodig te krijgen voor eigen hart en leven. Daar smeken wij u om, om het werk van de Heilige Geest in de harten van ons volkomen zondaar. Maar ook na ontvangen genade, dat u weer overkomt. Geleven aan onze ziel. Ja, dan looft onze mond. Ook al zijn we hier in het strijdperk van het leven. Ook al is het hier het land der rusten niet. Ook al zijn daar die bestrijders van binnen en buiten. Die driekoppige doodsvijand die ons elke keer weer die aanvallen op ons doet. En die bruisingen van binnen, die stroom van ongerechtigheden. En dat u wil dat aan uw gerechtigheid genoeg geschieden. En moet betaald worden. En dat kan u alleen door uw geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus, in de welke gij al uw welbehagen hebt. En u weet ook, in dit gedeelte wat vanmiddag is voorgelezen, het is een moeilijk gedeelte. Het komt elke keer weer terug. Die strijd, die omringers. En dan dat vervloekte ongeloof. Maar we mogen het niet overslaan. Want u stapt niet over die bestrijdingen en over die schuld heen. Maar u wil aan gerechtigheid genoeg geschieden. Moet betaald worden. Dat kan alleen door u. Door uw eeuwig vrijmachtig welbehagen. Dat u in de raad en die stilte en op begonnen eeuwigheid gedachten des vredes heeft gehad en niet des kwaads. Waar u gesproken heeft door uw knechten. Daar ook in die noodkerk. In die noodlijdende gemeente. Heer, het is als een belegerde stad, die noodlijdende kerk, die noodlijdende gemeente van u. Het is als een nachthutje in de komkommerhof. Het is belegerd, het is bestreden. Het is in een land van dorheid. Maar waar u nog werkt, door uw woord en door uw geest, dat ganse menselijke geslacht als opgejaagde, ganse menselijke geslacht, als een druppel aan de emmer, als een stofje aan de weegschaal, gering. Maar u heeft het wormpje Jacobs niet verteerd, heeft het wormpje Jacobs opgezocht door uw enige liefde Zoon, die daar gekropen heeft in de hof van Gethsemane, als een worm en geen man. Waar u die lijdenskelk, die ongemengde toren van uw vader, die drinkbeker heeft gedronken. Die de zondaar, de vloek- en doemwaardige zondaar, in alle eeuwigheid had moeten leegdrinken, tot de laatste druppel toe. Maar die heeft u leeg gedronken. En u heeft daar gekropen. Maar u heeft ook Satans kop vermorzeld. Daar al. Na die zondeval. Daar een genadeverbond opgericht door u, door u alleen. Om dat eeuwige goddelijke welbehagen. Dat uw werk zal doorgaan. Daarin eeuwig zal bloeien de gloriekroon. Op het hoofd van Davids grote Zoon. En daar al zijn knechten het mogen belijden. Gij hebt mij met verse olie overgoten, vers. Vanuit die versen en levende weg van u vandaan. Uit daar die rijke horen van rijkdom, eer en macht doen reizen uit het nageslacht. U bent het vorst Emmanuel.
die een overwinnaar zijt in de strijd. En u geeft uw volk den zegen. En dat we daarop mochten betrouwen. Dat we mochten klampen aan uw woord en uw eeuwig blijvend getuigenis. Waar velen bestreden worden. Het is immers het land der rusten hier niet. Maar het land der rusten is daarboven. Opdat we het mochten beleiden op rechtsgronden. Verzoend in uw bloed door uw gerechtigheid. Wij steken het hoofd omhoog. Zullen de erekronen dragen. Door u alleen op de eeuwige welbehagen. Want u, o God van Israël, van het huis Israëls, zijt ons daar schild in de strijdperk van het leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. En daar een David gezalfd. In 1 Samuel 16. Door die rijkelijke vervulden horen met rijkdom, eer en macht. Door die rijkelijke olie. Maar Sauls rijk. Het rijk van de vorst der duisternis. Het rijk van die hellehond zal vergaan. Dan zal in gruzelementen vallen. Saul gezalfd met een stenen kruikje. Kwetsbaar. Een bruikersvoorwerp. Gering, blinken en verzinken. En zo is het menselijke geslacht. Ach, zo bidden wij u om uw zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Heilige Geest, zet u het troost ons neer, drie ene God. U zijt alle eer. Omdat het niet kwaad zij. In uw heilige ogen, als wij ons onderwinden om tot u te naderen, dat wij stof en assen zijn. Zie ons aan. Toen zijn we de wereld rond. Deze wereld die bloedt uit duizenden, miljarden wonden. Deze wereld die ondergaat aan een liefdeloosheid. Deze wereld die in boze ligt. Deze wereld die ondergaat. Nu is het een wonder dat we nog niet onder zijn gegaan. Gelijk een Korach, Datan en Abiram, die levend ter helle zijn gevaren. Wij zijn toch niet meer als de zulken. Maar als u nou genade in het hart wil schenken. En u wilt het ook doen op uw trouwe verbond. Het loutere soevereine genade. Daar smeken wij om. Om het werk van die Heilige Geest. Die Heer die zijn levend maakt. Die doden zonder een leven doet. Die geest des uitbrandingsoordeels. Die geest die in al de waarheid leidt. Die Heilige Geest die overtuigt van die zondeschuld. Je overtuigt van uw gerechtigheid. Je overtuigt van oordeel. Dat die oogste deze wereld geoordeeld is. Die Satan die ligt in de banden. Zijn kop is vermorzeld. En u, o dierbare vorst Emmanuel. U bent een overwinnaar. U bent het die de zegen draagt. U bent het die de banier draagt boven 10.000. Omdat de bruid hier op aarde het mocht uitroepen op rechtsgronden. Door uw bloedende gerechtigheid, door uw liefde, door uw trouw. En liefst is blank, rood, draagt de banier boven 10.000. En u zal voor ons strijden en wij zullen stil zijn, gerust, biddend, vragend om uw zegen. Om te vragen naar uw hulp en uw sterkte. En dat u ons heil wil bewerken, om zo dagelijks mocht zijn, uw aangezicht te zoeken in het gebed. Dat we zijn met mensen die lijden aan allerlei ziekten, mensen die lijden aan psychische nood, psychische kwalen, mensen die door allerlei strikken, daar in de strikken des doods, in de boeien van allerlei verslavingen leven, in verslavingen van drugs, alcohol of pornografische materiaal. Heer, wij bidden voor de zulken, opdat u ook de zulken daaruit wil trekken, vanuit die strikken des doods. Opdat ze het oog mochten slaan op u. Dat die ware liefde geboren wordt. En die lust en die ijver tot u, de levende God. Opdat het mocht zijn lust te hebben in uw woord. En in uw vermaking en in uw wet. Zoals het mocht zijn bij die pelgrim, hoe lief heb ik uw wet. Zijn mijn betrachting de ganse dag. En die bestrijders en die bespieders zijn er ook gekomen, ook tot een David zijn leven. En ze hadden de tafelen van ongerechtigheid
opgericht. En waar hij moest spreken, o gij vergadering gezeten, om recht te doen, spreekt gij het recht, wordt alles wel billijk aangelegd, kwijt hier zich naar zijn geweten, en vondest gij wel inderdaad, zoals met wet en recht bestaat. En daar in Psalm 35, die twistingen, die heilige twistingen, waar de vergaderzalen grotelijk zijn tegengespannen tegen uw knechten, tegen die eenzamen, tegen die alleenstaande, tegen die Elia, en waar die Jezebels op de weg komen, en waarvan die Hamans opstaan, en waar er ook van die tovenaars, en waarvan die Achitofels over de weg komen, en ieder willen verleiden, waar er zoveel is, waarin u niet wordt gevonden. Daarom smeken wij uit loutere soevereine genade om uw verdiensten, om die doorwaaien van onze hof. Ontwaak gij noordenwind en kom gij zuidenwind, doorwaai onze hof. Opdat u voorspoediglijk zult rijden op het woord van uw waarheid. Toen zijn met mensen die in nood zijn, die tot u verheffend angstig hart. Hij hoort naar hen die verdrukt worden, die vervolgd worden. In Israël, die vervolgd worden in Oekraïne, die vervolgd worden in Iran, die vervolgd worden in Afrika, die vervolgd worden in landen als Pakistan, die vervolgd worden in Noord-Korea. Maar ook wilt u zijn met landen waar dictatuur heerst, van de dictatuur van de Arabische wereld, waar vrouwen worden onderdrukt, waar vrouwen als niet en nuttige onnuttigheid worden gebruikt als voorwerp, waar jonge meisjes verschrikkelijk worden uitgehuwelijkt op zeer jonge leeftijd. En men blijkt dat ook daar normaal maar te vinden. Heere, staat op. Toon dat gij als die grote strijder die Emmanuels vorst regeert, omdat er weer orde zou mogen komen, ook in die landen. Ook in de vervolging der kerken daar. Heer, dat er die heilige oorlog mocht aanbreken, niet op grond van onze prestatie, maar op grond van die heilige oorlog die ons is voorgesteld. Vanuit Efeze, daar die heilige strijd des geloofs, en die helm der hoop der zaligheid, en die harnas en dat schild, daar u door uw woord en door uw geest die geestelijke strijd er wil schenken, zoals Mozes, die door een Aaron en een Hur werd ondersteund, daar de handen met heilige beving, met ontzag, dat het als een reukwerk was voor uw heilige aangezicht, en zo was Israël de sterkste. En als zijn handen slap werden, zo was Amalek de sterkste. Maar aan Amalek dat leeft van natuur in ons hart. Twist gij dan met de twisters, hemelheer. Ga ons bestrijderen te bekeer. Wil met ons zijn, met ieder. Zo baden wij even voor Israël. Toen zij met hen, die getroffen zijn in het hart door die terreurdaden van Hamas, verschrikkelijk leed, waar er gevangenen zijn. Mensen die gekidnapt zijn, mensen die gegijzeld zijn. Maar waar ook onderling gevangenen zijn uitgewisseld, ach, staat op. U bent voor uw Israël en u heeft eeuwenlang voor het huis Israëls gezorgd. Maar het is niet alles Israël wat zich Israël noemt. U getuigt vanuit het woord, niet een iegelen die zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. Dan zal die besnijdenis des harten plaats moeten vinden, nieuw, totaal, een vernieuwd hart. En dat kan u alleen door u, door u alleen. Door de gezondheid des Vaders, de Heer Jezus Christus, in de welke gij al uw welbehagen hebt. Waar u tot de volkeren hebt gesproken door de profeten monden, hoort hem, hoort des Heere woord. En doorzoekt u zelf een nauw, zoekt u zelf een zeer nauw, gij die met geen lust bevangen wordt. Want, zoals u gezegd hebt, Gaza zal leeg en woest worden, Askelon zal verlaten wezen. Dat is ook gebeurd 7 oktober. Heer, staat op. Zie ons aan met goede harten. Zie ook Israël aan. Ook degene die daar de Messias beleidende Christus erkennen. Het vlees geworden wordt.
dat onder ons heeft gewoond. En gij hebt de heerlijkheid aanschouwd als enige geborene van de Vader. Ja, vol van genade en waarheid. U bent aan de weg waaruit leven. En daarin u heeft willen doen tonen. Ook van eeuw uit tot eeuw in. Dat gij de eeuwige zijt. De onveranderlijke. Die getrouwhoudende Adonai. De eeuwige. Die verbondsgod. Daar u die stenen tafelen uw wet bekrachtigd hebt op de Sinaï. En daar met uw heilige vingeren die heilige wet heeft geschreven. En waar Mozes daar op die berg met de heilige beving die wet niet kon onderhouden. En zo'n beeld in gruzelementen gevallen. Wij kunnen die wet niet onderhouden. Maar u heeft ook die Heer Jezus Christus die wet volkomenlijk vervuld. Wees ze alle te samengevat, die twee stenen tafelen. U de Heere, onze God, lief te hebben boven alles. En daarnaast als onszelf, we geven ons maar recht een zicht op. Wederbaar, dode harten. Maak ze leven tot u, omdat doden zullen horen de stem des Zonen Gods. Die ze gehoord zullen hebben, die zullen leven. Door uw bloed, door het bloed van Emmanuel als vorst. Die opgestaan, een levensvorst, die de derde dagen is opgestaan. En getoond aan de vrouwen en aan de discipelen. Uw woord bekrachtigd. De Heilige Geest uitgestoten in de hart. En ik zal u de troost te geven. En de zegen zal u overschaduwen. Hij gaat dan heen in deze wereld. Onderwijzende al de volkeren. Dopende zelf in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Omdat uw woord zo krachtig op die Pinksterdagen wil u schenken. Maar die eerst christelijke Pinkstergemeente die verslagen werden in het hart. Die daar een blik naar binnen kregen geslagen dat zij u de Heer Jezus hebben doorwoond. Dat wij u aan een kruis smartelijk hebben gehecht. Geef ons daar zicht op. Maar dat u die vorst Emmanuel bent opgestaan. En dat u leeft als vaders rechterhand die ook voor ons bidt. En dat we uit die rommelende ingewanden die de eeuwige, die onveranderlijke trouw van u, u drieënige God zouden leven. De ruis stromen der genade. En die levensstroom van u, de troon, het dalende ter neder in onze harten. Als water op een dorstig land, als water van een dorstige ziel. Gij zult water sprengen op de harten, opdat ze zich zouden worden gespijzigd en laven vanuit u, die bron van troost en eeuwig licht. U bent het. Die zonne der gerechtigheid die de harten doet versmelten door die druppel liefde. Door uw werk, want uw naam is een heilig olie zoet. Zoals de bruid, die zwarte bruid, in het hooglied heeft moeten betuigen en beluiden. Zie ze ons aan, met goede harten. Help ons door uw krachten, door uw majesteit, opdat strikken al los mochten breken. En dat we verlost mochten worden van allerlei kwalen, van allerlei onderdrukkers, maar bovenal van die zondenlast. Bekeer ons. Zoals gij al uw oude volk bekeert. Genees ons, zo zullen wij genezen zijn om met uw knecht Jeremia voor land en volk op de knieën te gaan. Genees ons, zo zullen wij genezen zijn. Zie ons zo aan. Wij hebben veel te vragen. We hebben niet verdiend dat u naar ons omziet. Maar doe het om het bloed des verbonds, om uw naams wil. Om de Heer Jezus Christus wil. Amen. In de lampalen van Israël, daar is veel bloed gevloeid. Veel bloed. Waar het volk door eigen schuld getroffen en verslagen is. Als we denken, de dagen van Samuel. Jaar in, jaar uit. Onderdrukking, vervolging, haat en nijd, telkens maar tegen dat huis Israëls. Waar de duivel niet stil zit, waar hij rond is gegaan en waar hij nog steeds rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden en dat in die helse zaal. Dat door allerlei volkeren, hoor het zo even. Zoveel volkeren, ontelbare volkeren.
Zoals wij daar hebben gelezen. De Ziffieten, de Ammonieten, de Amalekieten, de Filistijnen, de Israëlieten, alles. De Gerizieten, de Geersieten. Ongelooflijk. Hoeveel volkeren een Israël kwelden. Het is ontelbaar. En waar er ook van vele volkeren. Is wel eens opgevallen, hè? Van vele volkeren is de naam niet eens is meer overgebleven. Waar ziet u op de kaart het Amalekitische volk? Waar ziet u op de kaart de Ziffieten? Waar ziet u op de kaart het Filistijnse gebied? Het is Palestina nu maar. Allemaal naamsverwisseling. Het is een wonder dat Israël zijn naam heeft behouden gebleven. Het is altijd Israël gebleven. En daarin zien we Gods hand. De bewaarder Israëls. En David heeft zich menigmaal mogen sterken in de Heere zijn God. Zo lezen wij menigvuldiglijk in Gods woord. Hij heeft mogen schuilen. In die spelonk van Adullam. Waar alle man vergaderen tot een David die benauwd waren. Benauwd aan alle zijden. Alle man die benauwd was en die een schuldeiser hadden. Om zo in die spelonk van Adullam. Door die doorwaaiing van Gods geest geleid te worden. Onderwezen. Die bloedwreker op de hielen ligt. Dat is van nature bij ons allen. David kon het niet meer uithouden. Kunnen wij het ook niet meer uithouden. In dat Moab der zonde. Dat daar die onberouwelijke keuze mocht geboren worden zoals bij een Rut. Rut, die met moeder Naomi daarheen ging. Daar weer terug naar Bethlehem, naar het broodhuis. Daar, waar weer brood is. Daar ziende op Christus. Hij is het brood des levens. Hij is de weg en de waarheid en het leven. Waar die onberouwelijke keuze wordt geboren. David mocht zich ook sterken in de Heere zijn God. En nu mijn bloed vallen niet op de aarde voor de koning, voor het oog des Heeren. Want de koning van Israël is uitgegaan. Die onderdrukkers, die bestrijders van binnen en van buiten. De Heere zal voor u lieden strijden. Gij zult stille zijn, het is waar. Maar soms komt dat vlees weer boven. Wat zeggen wij menigmaal? Ook bij Gods kinderen komt dat vlees weer boven. Het vlees is zwak. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En die dagen. En in die dagen van David was het niet anders. Moedeloos. Gekastijd. Die brandende zon. Vluchtend als enige vloog. Zijn veldhoen op de bergen. En hoe nu? Hoe nu verder? David heeft de gezalfde des Heeren niet gedood. Mocht niet. Er zou geen vrede over rusten. Er zou geen vrede over zijn. Saul zal later in zijn eigen zwaard vallen. Als zijn knechten hem niet wilden doden. Nee. En David is ook niet door het zwaard gedood. David is in de ouderdom gestorven. David de liefelijke in de psalmen. Waar die helden voor zijn aangezicht zijn heen gegaan.
waar hij daar op de uitkijk heeft gekeken. En misschien heeft hij wel in de verte Bethlehem gezien. Ja, daar moet hij wezen. Dat water, dat verse levende water uit Bethlehem. Dat ziet op de Heer Jezus Christus. Die verse en die levende weg heeft aangebracht. Wie zal mij water te drinken geven uit Bethlehems bord die in de poort zit. En de Heere vergelden iegelijk zijn gerechtigheid en getrouwheid. Want de Heere heeft jullie in mijn hand gegeven, maar ik heb mijn hand niet willen uitsteken aan de gezalfde des Heeren. Hoe is het met u, jou, mij? Hebben wij ons gehele bestaan, ons gehele leven, al in zijn handen door genade mogen leggen? Die weduwe, ze gaf van haar gebrek in de schatkist. Ze gaf haar ganse levenstocht, zat er eigenlijk. Haar gehele bestaan. Hebben wij ons gehele bestaan al voor de Heer uitgestort. Dan weet ik ook wel, er is genade toe nodig. Om nu aan het einde van alle werken gebracht te worden. Om me daarin te belijden. Gij zijt, Heere, mijn schild, die gij mij beschermen wilt en mij de ere wil geven, om zo vrij openlijk te mogen gaan. Houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neemt. Want waar hij een werk begonnen is, daar zal het ook voleinden. Dat wordt wel verdrukt. Gods volk, zijn kinderen worden verdrukt. Zij moeten daar in die oven der beproeving komen. Zo des te meer dat Christus zal schitteren en blinken. Ze moeten gelouterd worden. Gelijk het zilver wordt beproefd. Gelouterd 7 maal. Niet zomaar. Nee, op rechtsgronden. Dat die droesem van die smeltkroes afgenomen wordt. Daar het goud van Gods genade gaat schitteren en blinken. Ik raad u dat gij van mij koopt. Goud komende beproefd uit het vuur. Daar die versen, die levende weg, is in de Heer Jezus Christus. En David, hij wordt moedeloos. Daar zijn ziek lag, zo hebben wij even gelezen. Nu zal het nog 1 deze dagen in Sauls hand omkomen. Het is niet dat Gods kinderen altijd daar in het geloof zijn. Het is niet altijd dat zij zo bezien hoe de toekomst zal zijn, menigmaal smartelijk door ongeloof. David als knecht, dat heeft ons ook heel wat te zeggen. David, een geringe dienstknecht, zo acht hij zichzelf. Gering. Onder de Saul. Gehoorzaam. Mits het naar Gods geboden is. En naar zijn eeuwigblijvende getuigenis. Na al die vleiende woorden van een Saul. David heeft een Saul nooit vertrouwd, echt. Dat is ook wel moedeloosheid geweest in David zijn leven. Want een Jonathan had menigmaal daar zijn vader Saul terecht geroepen dat David juist goede zaken heeft verricht. Ook voor het land van Israël. Dat hij, de zoon van Isaïe, juist het goede voor Israël op het oog had. En Jonathan is door die grote raad en voorzienigheid ook op David zijn pad mogen komen. Waar hij samen in erkenning, in die liefdesband ten strijde heeft mogen trekken.
En daar ook uit die liefde die in de harten was uitgevloeid ook geschenken en aan David geschonken. Om zo die band die daar gelegd is van boven naar beneden, om die te bekrachtigen, te bevestigen. En waarvan God zelf de bevestiger is. Menigmaal. Ja. En daar zien wij ook de grote leiding van God. Die grote bewaarder Israëls. Hij slaapt nog, sluimert niet. Maar hij geeft ook mensen op de weg. Zo kan er tot een hand en tot een voeten zijn. Dus wij lezen in die reis van John Bunyan ook in die heilige strijd. Des geloofs in die heilige oorlog. Waar wij moeten gaan door het water, door de moerassige gebieden van dit aardrijk. En waar men niet met ijdele hoop kan overvaren. Maar dat er telkens weer moet gezien worden op dat licht dat ontstoken is. Daardoor die enge poort geleid te worden. Maar velen zullen menen in te gaan en zij zullen niet kunnen. Omdat zij niet willen dat koning Jezus hun leidsman is. Ze willen met wetties overvaren. En ze willen met ijdele hoop overvaren. Ze denken door hun goede prestaties zo in Immanuels land te komen over een geplaveide weg. Ze moeten doorgaan door die enge poort. Maar daarnaast die vessen, die levende weg, dat ze daar vanuit dat water, vanuit die heldere rivier, vanuit die stroom van Gods genade, daar zouden gelaafd worden. Zo door te gaan door die enge poort. Die nauw is, die smal. Die leidt tot het eeuwige leven. Van nature reizen we allen op die brede weg die naar het verderf leidt. Of nu links of uiterst rechts op die brede weg reizen. Het maakt niet uit. Wat voor mensen lopen daar op die brede weg? Als ik daar kijk, als je zo die plaats ziet, zijn vaak mensen van hoge postuur. We zouden zeggen van die Sauls, prachtig van aangezicht, waar je zo voor zou buigen. Waar je van zou zeggen, oh, dat is wel een man van genade. Dat is wel een man van statuur. Die man is zo ernstig. En vooral op zondag. Oh. Maar bol van wetsijver. Waar de liefde, de tede liefde, niet in het hart werkelijk is uitgevloeid. Waar ze nog niet zijn uitgedreven tot die wet volbrengen, de Heer Jezus Christus. Door de werkende wet geen vlees gerechtvaardigd. En op de Shabbat, op de zondag, als we van de mensen gezien kunnen worden in prachtige postuurlijke bewegingen, zoals de fariseeën over die weg daar wandelen, lange gewaden, hoge hoeden, daar. Maar wat zien wij daar, op die smalle weg? De gebogene, de verslagene, die werkelijk dan die last, dat grote pak der zonde, daar gebogen gaan over deze aarde, zulke last van zonden en plagen niet te dragen, druk mijn schouderen naar beneden. Die moeten uitroepen, nu zal ik één deze dagen nog omkomen in de handen van Saul. Die dat het niet weten, die niet alles zo kunnen oplepelen wat ze moeten doen. Die niet weten
die geholpen moeten worden, die met dat lampje voor de voet, dat licht op hun pad geleid moeten worden door Gods woord en door zijn geest. Daar geleid om zo daar in die grazige weide van Gods woord en even blijven getuigenis onderhouden te worden. En het behoud alleen door de Heer Jezus Christus. Vele malen gedwaald, hè. Zoals die pelgrim in Psalm 119 beleidt als een schaap in het rond. En dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht. Schoon ga je wetten schond, want hij is verhardende. Maar u geboden te horen. Dat is op het einde van dat pelgrimslied. Ik denk ook op het einde van zijn leven. Maar waar zijn lippen zullen aanvangen. Om te loven die heerlijke weldaden Gods. Maar hoe menigmaal loopt het zo laag af. Daarom die beden. Dat we toch eens één keertje oprechtelijk uw naam zouden mogen bedoelen. Niet door onze verdienst of waardigheid. Maar om die grote nederbuigende ontfermingen Gods. Door uw geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus. Opdat we zouden verlost worden van dat vervloekte ongeloof. Om daar niet weder te keren. Als een hond tot zijn uitbraaksel. Of als een gewassen zeug tot de wentelingen zijn slijks. David in ongeloof, hij gaat te raden bij de Filistijnse koning te gat. Achis, de koning van God. En een Achis denkt dat David zo om zijn vingers te kunnen winden. En David gaat ook ten strijde weer trekken. Met zijn mannen. Waren immers 600 mannen nog bij David. 600 man. En wij lezen van verschillende aantallen. En menigmaal is Davids leger veel kleiner als die vijandelijke aanslagen van binnen en buiten. Ook van eigen landpalen. Maar menigmaal zijn de bestrijders van buiten veel groter. Hij gaat ten strijde de Geruzieten, de Gezieten en de Amalekieten. En David sloeg dat land, liet niet één in leven, nog man of vrouw in leven. En zo trekt hij ten strijde ook voor koning Achis. En Achis, hij ziet wel dat David, dat hij hem als het ware heeft ingenomen. Tot oneer. Achis spreekt, David heeft zich een eenmaal stinkende gemaakt bij zijn volk Israël. Daarom zal hij eeuwelijk mij tot een knecht zijn. Maar ach nee. David moest ook gelouterd worden door het lijden. Omdat zo het goud van Gods genade des te meer zou blinken en schitteren. En daarin die eeuwige raad Gods volvoerd zou worden. Dat uit Davids huis, die meerdere Davids zoon geboren zou worden, de Heer Jezus Christus, wiens rijk geen einde zal hebben, maar wiens rijk eeuwiglijk zal zijn, eeuwiglijk en altoos. En dat een drieënige God heeft omgezien. Naar zijn gans uitverkoren beminde volk van eeuwigheid. Bekend en bemind. Gewederbaard, geliefd, opgeraapt. Als parels gehecht aan die middelaarskroon van Christus. Om zo eeuwiglijk hem te mogen bedoelen. En David, hij juicht al jaren voor Gods troon, eeuwen, eeuwiglijk en altoos.
die eeuwige halleluja's. U, o dierbaar lam, zijt waardig om te ontvangen alle lof en aanbidding. Daar in Immanuels land geen strijders meer. Geen bezetters meer. Daar waar geen inwoner meer zal zeggen, ik ben ziek. Maar daar eeuwig opgelost in dat eeuwige wezen. Groot en eeuwig opperwezen. Zeer te vrezen. Zo heeft ook een David in zijn leven, ook na het van genade, ook na ongeloof, waar hij weer opgeraakt is, mogen beleiden. Groot en eeuwig opperwezen. Zeer te vrezen. Straf mij in uw gramschap niet. Matig uw kastijden. Toon toch uw medelijden. Ontferm u. Ontferm u over mij, arme zondaar. David heeft mogen beleiden, nu mijn bloed vallen niet op de aarde voor het aangezicht des Heeren. Want zijn bloed is kostbaar in zijn ogen. En daarin wijzend op het bloed van Christus. Bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Dan is er geen zondaar te hard of te koud of te oud of te stout. Of God weet er nog doen aan. Hij weet nog. En hij weet wel wat van zijn maaksel zijn te wachten. Hoe zwak van moed, klein wij zijn van krachten, dat we stof van jongs af zijn geweest in deze Samuel-serie. Het is 3 maanden geleden, 3,5 maand zo om en nabij. 23 september hebben wij stilgestaan bij 1 Samuel 26. En u mag weten, vanmiddag in ons hart was het, moeten we het daar maar overslaan. Ik heb geen kracht tegen die menigte van opstanden van binnen en van buiten. Elke keer weer die vijandelijke aanslagen. Elke keer weer. En nu ligt het niet aan ons. Maar aan de zegen des Heeren is alles gelegen. En waar hij komt, dan brengt hij ook alles mee. En ook moet gij gaan door het water. Vele wateren zullen u zelf niet overweldigen. Maar al die golven, al die baren, zijn over die dierbare borgenmiddelaar heen gegaan. Maar hij is als die overwinnaar in de strijd. Hij die gehangen heeft tussen hemel en tussen aarde. De hemel hem niet kon ontvangen, de aarde hem niet kon dragen. Daar is hij, de Heer Jezus Christus, voor de zijnen. De dood willen ingaan. Hij heeft de dood, de hel, het graf, Satan overwonnen. Hij heeft die helse Saul overwonnen. Hij is die leeuw uit Judastam. Hij is opgestaan in Immanuels vorst. Ten derde dagen opgestaan van de doden. Die thans zit en die ook bidt voor zijn volk. Hoe diep zij ook weer gevallen zijn in ongeloof. Ze bij het vijandelijke leger van de Filistijnen, bij koning Achis daar in dienst komen. Maar de Heere is rondom hen en hij rukt hen uit. David als het ware als een vuurbrand uit dat vuur gerukt. Om zo weer beweldadigd te worden door die grote ontfermende hand Gods. Daar zijn, woorden te kort voor om dat te kunnen bevatten. En wie roemt, die roemen in de Heere alleen. Die ziet zich omringd door zijn weldadigheden. We zijn ver op het einde. Kom, hoe is het nou met ons? Zijn we nog steeds in die strikken, in die banden des doods? In dat ongeloof. Strikken des doods hadden mij omvaan. Angsten der helle hadden mij gekweld. Ik was in nood, in zuchtingen en in kwellen. Maar ik riep de naam des Heeren aldus aan. En dan ook die verlossende kracht. Door de Heere Jezus Christus, de gezondene des Vaders. Och Heere, och wie het mijn ziel door u gered. Toen hoorde God. Hij is mijn liefde waardig. De Heer is groot, genadig en rechtvaardig. En onze God ontferme zich op het gebed. David erkende zich als enige vloon. Als een dienstknecht. Gij slaakt het mij in de banden. En dan moet je nu eens kijken wat er heden ten dagen allemaal rondloopt. Het zijn allemaal van die vieren dappere mensen. Althans, zo lijkt het voor het oog. Maar een David achter zich gering hoor. Als ik nog jongeling geacht het zeer gering. Maar bij mijn broeder was. En dagelijks nam waarde schapen hier en daar. Gaan wij het in het graf. Wij op schapen van vader
Isaïe moest passen en hij had achter zich erin. En dan moet je nu eens kijken wat er heden ten dagen op de kansel staat. Waar zijn er nog van die arme, geringe dienstknechten? En die moeten beleiden, een dienstknecht is niet meer dan zijn heer. En daarin, door die zegenstroom van genade, elke keer weer bedouwd en bediend te moeten worden. En wij dan gezanten van Christus wegen, wij bidden u alsof God door ons baden. Laat u met God verzoenen. En daarin elke keer maar weer als een dienstknecht, als een boodschapper. Daar, als slijk als een heilige Godsvinger gebruikt te mogen worden. Gering. Gewoon maar een knecht. Gewoon maar een knecht. Nou, er blijft er niet veel meer van u over. Of gewoon maar een dienstknecht, een dienstmaagd. En als er dan niks meer van ons overblijft, dan is het goed. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Loutere soevereine genade. Om de verdiensten van de Heer Jezus Christus. En ook al zal iedereen u inzegenen. Maar als God er niet vanaf weet, dan is het arm. Dan is het eeuwig kwijt. En David mocht belijden, en ik hoop ook dat u het mag belijden. Op die rechtsgronden van Christus gerechtigheid. Gij hebt mijn ziel gered. Dierbare Heer Jezus, en mijn tranen willen drogen. U hebt mij verlost. Gij slaakt het mijn banden. Daar ze vanuit die banden van ongeloof. En vanuit die strikken van het verderf verlost zijn. Gelijk die vogel die door de vogelsvangers net zijn ontvlucht. En waar hij die strikken heeft losgemaakt. En die banden heeft losgesneden. Daar ze onder de roeden heeft doen doorgaan. Daarna zal ik ze brengen onder de band. De band des verbonds. Die eeuwige trouw. God wil het aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Nou, dat is nu door Gods geliefde Zoon, in de welke hij al zijn welbehagen heeft. Zijn naam betekent immers, hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken hetgeen dat verloren was. Hij is de zaligmaker, de redder, de rabboni, de meester. Daar hij ons nog roept, o mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Dat het uurtje van Gods midden van zijn eeuwig welbehagen mocht aanbreken. Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Want gij zijt, Heere, mijn schild. Die mij beschermen wilt. Mij de ere wil geven. Hij doet dat ik voortaan maar vrij openlijk ga. En met een hoofd opgeheven. Gij hebt in mijn ellend. Mijn stem tot God gewend. En geklaagd in het leven. Gij hebt mij naar uw woord. En mijn oren doorgeboord. En mij het lichaam toegerust. En het hart gewederbaard. Want u zijt waardig. O dierbaar lam, o stof van vreugd, kind van vreugde. Om te ontvangen alle lof en aanbidding waardig. Dat hebben wij mogen belijden. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Waar hij gesproken heeft. Heb u lief gehad. Een eeuwige liefde. En daarom zijt gij ook kinderen Jacobs niet verteerd. En daaronder Gods eeuwige welbehagen. Die hitte van Gods gramschap is geblust. En daar verzegeld. En zo ziet hij geen zonde meer in zijn Jacob. En overtreding weer in zijn Israël. Verzegeld door het werk zijner handen. Door Gods geliefde Zoon. En daar gebracht. In het vaderharte Gods. Waar Christus, als die bid en die dankende hoge priester, ook voor ons bidt. Met rommelende ontfermingen bewogen zijnde. Sla de ogen naar het gebergte heen. Van waar ik dag en nacht de
Des hoogste bijstand wachten mijn hulp is van de Heer alleen. Die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. Heer, zo komen we aan het einde. U weet wat er in ons hart leeft. En tot hiertoe heeft Gij ons geholpen. Dat U zondige vergeven ons elke keer weer aankleeft. Heer, we wilt het U zegenen met uw bekroning. Opdat U alle lof en aanbidding zou ontvangen. Sterk ons. Ook als we morgenochtend weer vroeg om 5 uur uit het bed moeten. Om zo het werk weer aan te vangen. En U weet ook dat wij dat werk menigmaal met lust en liefde doen. Heer, het is ons geen last. Maar wilt U ons alstublieft ook brengen op de post waar we echt behoren te komen. Heer, U weet het. Help ons om uw namens wil. Geleid ons over de onveilige wegen. Bewaar ons van de onverzoende dood. Om uw namens wil. Amen.